Na de overvolle bussen zijn er ook klachten over overvolle treinen in de regio. Reizigersorganisatie Rover heeft op haar meldpunt al ruim 3000 klachten binnengekregen over de Brabantse spoorlijnen. De NS wijt de helft van de volle treinen aan storingen, maar volgens Rover blijft de vervoerder het materieel krap plannen.